belasting tentoonstaat. Er was vroeger een groot weiland, met bomen en alles. En daar woonden we recht tegenover, dus daar hebben wij continu kunnen spelen en doen. We hadden een prachtige jeugd. Hoe zag de stad er toen uit? Heel klein. Dat ging van, even kijken hoor. Einde van de Bosstraat, nieuwe Bosstraat nog. Einde van de Bosstraat tot de Heuveltstraat. En dan rondom, binnen in de Singels, dat was Breda. Het heeft u van die crisis het een en ander meegekregen? Nou, dat hebben wij thuis niet meegemaakt, want mijn vader was ritmeester op de KMA. Dus dat heb ik niet meegekregen. Maar ik weet wel van mensen die dan moesten gaan stempelen, hè. En die mochten dan niet werken, die moesten op die en die tijd stempelen. En die mensen kregen dan blikken vlees en blikken boter. En dat weet ik allemaal wel. Maar dat hebben wij thuis niet meegekregen, omdat mijn vader officier was op de KMA. En ik zat hier op de Leuvenerstraat op school. Maar dan werden de rijken bij de rijken gezet en de armen bij de armen. Dus dat hadden wij niet in onze klas. Want in onze klas zaten dan die kinderen die doorgingen studeren. En de arme klas niet. En dat vond ik nu, vind je dat intriest, hè, dat dat gebeurd is. Het begint al op de kleuterschool. Op de kleuterschool zat er een nonneke, zat ervoor. En dan de kinderen die 5 cent betaalden. Mijn moeder bracht ons altijd naar school. En die mochten dan rechtdoor naar het klasje lopen. En de kindertjes, die moedertjes die niks betaalden, moesten opzij naar school. En dat gaat er pas doordenken als je getrouwd bent en je hebt zelf kinderen. Vroeger hadden allemaal de spelletjes, zou ik maar zeggen, hè. Stelten, rolschaatsen, gewone schaatsen. Wat nog meer? Een hoepel om te rollen. Daar hadden wij niet zoveel. We hadden 2 paar rolschaatsen, 2 paar gewone schaatsen. Wij moesten ook om de beurt delen. We hadden 9 kinderen thuis. Het was niet zo dat wij allemaal rolschaatsen, maar het was er wel. En dan die kinderen, die hadden dat niet, dat bedoel ik maar. En dat merkten die kinderen natuurlijk waar niks kwam. Waar de vader of, dat die geen werk hadden. Dat was voor de oorlog, is er mobilisatie, hè. En voor de mobilisatie kwam er op de gasthuisvelden een grote tent staan. Dat weet ik nog goed. En daar stond alles in die tent, wat je gebruiken moest. Daar stonden gasmaskers in. Daar stond een grote schep in. Dat weet ik allemaal nog goed. Daar stond een hark in. Een kaphouweelt. Zeg ik het goed? Ja. Zulke dingen. Die lagen in die tent. Als ze die wilden kopen, dan konden die kopen. Want als ze met bommen zouden gooien of die troep, dan konden ze een gasmasker opzetten. Maar mijn vader zei tegen mijn moeder, doe maar niet, want het heeft toch geen nut. Nou, en even daarna, toen brak de mobilisatie uit en toen moest mijn vader weg. En toen is mijn vader in de mobilisatie, heeft in Harderwijk gelegen. Nou, en toen de oorlog uitbrak, dat was 1940 in mei, toen moesten we allemaal vluchten. Nou, toen kregen we 's morgens om 10 uur bericht dat wij moesten vluchten. Dus mijn moeder vertrok met ons 7 kinderen. We mochten niks op slot doen. We moesten alles open laten staan. En bij ons thuis hadden ze een tandem. Dus 2 fietsen. Mijn moeder dacht, kan ik daar veel aan hangen? Maar dat mochten wij niet meenemen. Dat mocht niet. Wij moesten alles maar gewoon in de tas dragen en meenemen. En waarom mochten jullie dat niet meenemen? Ja, orders van de grote baas. En wie was dat? En dat was meneer Van Egeraad, dat was het hoofd van de school. En die kwam dan zeggen, nee, je mag niks meenemen. Alleen de kleren mag je meenemen. En eventueel badspullen voor te wassen. Maar verder is geen fietsen, niks. Helemaal niks. Wij zijn helemaal gelopen tot Brugge. En wij vertrokken ieder ochtend heel vroeg. En wij waren vroeg vertrokken uit een school. Daar hadden wij geslapen, heel vroeg vertrokken. Mijn moeder zei dan, we vertrekken maar heel vroeg. En een goed uur, 1 uur of 1,5 uur nadien, toen hoorden wij dat die school gebombardeerd was. Die mensen die er zaten, waren allemaal overleden. Wij waren met de buurvrouw en de buurman erbij. En wij trokken met 2 gezinnen verderop. En dan de vliegtuigen, die gooiden wel eens van die blikjes met
kon net bief naar beneden. En dan liepen wij heel hard, dat wij maar een paar blikjes konnetbief hadden. En dan konden we die openmaken en dan wel met twee gezinnen delen natuurlijk. Hè. Dat was natuurlijk begrijpelijk. En ik weet goed dat wij op een grote weg waren, dat er een hele berg was. En er was een rood kleed overheen. En toen wou wij erop gaan zitten. En toen zei de buurman, even wachten, niet doen. En die keek eronder en daar lagen lijken onder. En dat is me altijd bijgebleven als kind. Ja. En we zijn hoe lang zijn we weg geweest? Een week of vijf, denk ik. En wanneer kwamen jullie dan achter van er is, we gaan terug? Hoe ging dat? Nou, wij zaten in Brugge en wij sliepen boven in een kapelletje bij nonnen. Heel goed verzorgd, alles keurig net. Wij mochten daar in het bad, wij kregen daar eten, we kregen verzorging. Mijn moeder kreeg zelf van de gemeente geld om boodschapjes te doen. Voor het onderhoud. En toen kwam het hoofd van het klooster. Die kwam tegen ons zeggen als dat er dat Breda in bezet was van de Duitsers. En toen kwamen de Duitsers met hele grote wagens. En die hebben ons teruggebracht naar Breda. We hebben de Duitsers gedaan. Ik ben anti-Duits, hè? Nog steeds. Hè? Maar er waren keurige jongens. Keurige jongens. Want het werd wel koud. Tenminste, op die auto. Wij moesten in open auto zitten achterin. En toen deed er één militair zijn jas uit. En die sloeg die bij mijn moeder over de schouders. Omdat dat toch fris was. En die heeft ons naar Breda gebracht. En mijn moeder had het eten allemaal klaar. Hè? De aardappels en de groenten. En ze had nog koffie gezet. Geen tijd meer van mijn wijk. Daar zat de schimmel op, man. Ongelooflijk. Dus dat kon allemaal weggegooid. Maar dat was allemaal niet zo'n probleem. Mijn vader heeft altijd tegen ons gezegd. Als jullie dat niet meer geweest waren, dan had ik mijn eigen van kant gemaakt. Ja. En toen hoorde hij dat Breda toch niet zoveel geleden had. En toen kwam hij zo vlug mogelijk naar huis. Ja.